jij in dat ding, dat hoge ding daar? Oh, absoluut niet. Ik kan niet in hoogte, ik heb hoogtevrees. Dan word ik een beetje misselijk, denk ik. Dat gaan we echt niet doen, hoor. Nee, omdat hij gaat ook over de kop. Wat vind je ervan als ik daarin ga? Ik zou het wel dapper vinden. Dapper? Ik vind dat je dan een echte waaghals bent. I want it all, I want the best and nothing at all. Onze collega's van het Dagblad van het Noorden testen vorige week de kermis. Maar ze durfden niet in dat gigantische ding. Dus dat gaan wij natuurlijk wel even proberen. Oh mijn god. Ik vind het helemaal niet zo leuk. Heb je nou een nieuw slachtoffer gevonden? Ja, hij gaat mee. Hij is 65 meter hoog. Oh, hij gaat 125 kilometer per uur. Ben je zenuwachtig? Nee, dat valt wel mee, denk ik. Ja? Denk ik. Ja, we moeten zo lang boven hangen, hè, als ze weer aan de inladen zijn. Ja, Bram, jij hebt tips. Jij hebt tips. Als je in de Max Booster gaat, je krijgt dan de spanning, omdat je helemaal zo daarin zit, vet lijp. En wat je dus wilt doen, is helemaal ontspannen. Dus de spanning, de stress die je in je lijf hebt, die wil je helemaal ontladen. En dan word je echt vrij. Okay, wow. Ja, dus dat is mijn advies voor jou. Was dat? Jemig, echt heel heftig, maar heel vet. Oh, ik sta helemaal te trillen. Fantastisch. Als je daar even stil hangt daarboven, dat is wel mooi hoor. Kun je even lekker bijkomen in de frisse lucht. Ik zou hem wel aanraden, ja. Ja, ik kan het wel echt aanraden. Je moet het gewoon doen. Hij had een goede tip. Laat het gaan, laat het los. Dat heb ik gedaan en ja, dan ga je. Je kunt ook niet terug. Je zit. Heb je je plas ook losgelaten? Wat heb ik gedaan? Je plas ook losgelaten! Nee, het is allemaal goed gegaan. Ik ben droog. Ja.